van weg met die camera's, komen we niet op tijd. Je filmt het, maar het heeft eigenlijk geen zin. Er komt verder geen geluid uit door die mensen. Ja, jullie willen ook wel alles weten ook, hè? Ja, toveren konden we het, maar toveren inderdaad. We hebben heel hard gewerkt om dit fantastische theater te bouwen de afgelopen jaren. En gelukkig is het nu vanaf september in gebruik. Met overdag natuurlijk de prachtige show, de wonderlijke Efteling Show. Die de Big E Award heeft gewonnen. En s'avonds en de matinees Door een Roosje. De musical die we samen met Studio 100 maken. Nou, het Efteling Theater heeft een prachtige façade, is echt een kasteel van Door een Roosje. Eigenlijk een prachtige plek om Door een Roosje musical ook hier te hebben. Deze musical Door een Roosje past heel goed in de Efteling. Natuurlijk Door een Roosje zelf, hè, die al 51 jaar hier ligt te slapen. Dat is natuurlijk een hele mooie vergelijk. Waar al miljoenen kindertjes en ouders naar gekeken hebben. Hè, achter dat glas, waar ze dan kijken naar Door een Roosje. En nu zien ze Door een Roosje in de musical tot leven komen. En dat heeft een enorm succes. Laat ons in de tijd gaan reizen, net iets meer dan 100 jaar. Nou, ik speel de rol van Theodor. Dat is de verteller van het stuk. Ik kom op en dan achter mij staat een gigantisch boek van, ik geloof, 15 bij 20 meter. Zeg ik dat goed, Piet? 15 bij 20 meter? Nou, zoiets is het wel waarschijnlijk. Nou, ietsje kleiner waarschijnlijk. Nou, whatever, maar je krijgt er spierballen van. En ik sla elke keer een boek open en uit het boek komen al die figuren en ontstaat het verhaal eigenlijk. En naast dat ik verteller ben, ben ik ook eigenlijk de hoofdlakei van het kasteel. En een vreselijke roddeltante die in het begin van de scène vertelt dat er een prinsesje geboren is. En die noemen we Katrina Amalia, noemen we het tegenwoordig. Hè? Ja. Maar we noemen het Door een Roosje. En dan ontstaat er eigenlijk het stuk, zal ik maar zeggen. Maar zeg het dan, ik doe wat ik kan. Zeg het dan, dat was ik van plan. Maar zeg het dan, Snor en de sik. De snor die plakken we hierop en de sik. En ik heb nog een pruik. En ik heb een prachtig pak. In details, het is echt Studio 100. Ik heb nog zo'n kraag en dit is een onderdingetje. En dit is mijn jasje. En gewone lakeis, die hebben een rode puntje en ik heb een zwart puntje. Dat is detail, niemand iets ziet. Maar ik denk het is toch belangrijk om het eens te vertellen. De kleedsters wassen elke avond. We hebben een wit shirtje onder ons tenue. Dat wordt elke avond gewassen, dus elke show hebben wij weer nieuwe frisse shirtjes. Ze werken er hard in, dus als wat in de was is geweest, moet natuurlijk weer kreukvrij gemaakt worden. Het is natuurlijk niet alleen dit, het is ook achter het toneel met de verkledingen. Dit is gewoon, dat hoort erbij. Dat moet je gewoon niet denken van, oh jee, strijkwerk. Wat je voelt als de verkleding weer gehaald is en als het weer gewoon goed is gegaan en niets kapot is gegaan. Dan heb je een goede show gehad, als kleding zijnde. Welke is voor jou? Deze is veel kleiner, die past wel niet. Wow, deze moet je. Nee, deze is kijk groot. Deze past ik niet. Deze is van Joep, denk ik. Nee, joh, Joep is veel groter dan mij. Die heeft veel te kleine kleren. Zeg. Deze kleur is veel anders. Nee, maar ik heb 164 en hij 172. Ja, deze kleur is veel anders. Weet je wat ik heb gedragen? Ja, die is weer opengescheurd. Wacht hoor, daar. Zal ik hem dan in de pauw na de voorstelling even laten liggen? Ik ben zo weer aankleedster hier altijd. Nee, dat mag. Nee, dat is. Dat zie je, kan ik u helpen? Zie je, nee, ik laat me altijd. Ja, voor de gelegenheid. Voor de gelegenheid. Ga je gang. Ja, ik ga hem even over mijn nek ook op halen. Ik moet nog zingen. Ik ga nagels langs mijn nek gaan. Kijk, ik zie het verschil. Oh, even dichtmaken de jurk.
Dankjewel. Ik ben Don Roosje. Dat kan je nu niet zo goed aan mij zien, want ik ben nog helemaal bezig met opmaken en zo. Ja, ik ben natuurlijk een beetje het lieve meisje van de voorstelling. En vind ik altijd wel leuk om te spelen. Kindjes vinden je altijd heel erg leuk en zo. En ja, met iedereen ben je wel goed bevriend. Ik zou het wel leuk vinden om een keer een wat slecht iemand te spelen. Maar helaas, altijd als ik opgemaakt ben en zo, zegt iedereen altijd... Goh, wat ben je toch een leuk poppetje om te zien. Dus helaas, ik denk dat ik een heks nog niet zo snel zou mogen spelen of zo. Want je hebt altijd een beetje moeite met, tenminste last van typecasting. Helaas. Slecht. Ik ben slecht, daarom noemt men mij de slechte vee. Straalt nooit oprecht, al het goede, brave, lieve, weg ermee. Als ik iemand kan bedriegen, dan bedrieg ik. Reken maar. Nou, ik ben natuurlijk in het echt heel erg lief. Want, daarom is het, denk ik, ook heel leuk om een heel slecht mens te spelen. Omdat, nou ja, heel slecht, ze deugt niet, dat is zeker. Maar inspiratie kun je overal vandaan halen voor die rol. En slecht zijn, dat is zo lekker, want dat mag je in het echte leven niet. En dat wil je natuurlijk af en toe wel eens iets heel gemeens doen of zo. En dat mag ik dan op het toneel, dat is heerlijk. Ja!